Peters, de nederlaag hier bij KV Mechelen. Een wedstrijd met twee hele andere gezichten. Stond bijzonder goed bij jullie in elf nummer 1. En dan plots een moordend KV Mechelen met veel druk vooruit. Hoe heb jij het gezien? Ik vond dat ze eerst zelf ook druk vooruit zitten. We hebben een aantal zaken aangepast. Maar we schieten zelf in onze voet. Hè. Die bal moet gewoon de tribune in. Hè. Noël Sommat willen meepakken. Ja, daar worden we gepakt. Dan zijn we uit positie. En Koen van Langendonk devieert de bal in Nicolas Storm zijn voet. Maar een kat noemen. We waren een beetje onder de indruk, vond ik, mijn groep van de omstandigheden. Mechelen met heel veel lef, heel veel pressing. En dan zie je dat we in die wedstrijden nog stappen moeten zetten. Hè. Heb ik ook net tegen mijn groep gezegd dat we te veel jongens hadden die, zoals men in de golfterm zegt, onder par zaten. En dan moet je heel nederig zijn, die nederlaag incasseren. En vooruitkijken naar de wedstrijd tegen Beerschot. Want die zullen deze wedstrijd ook wel analyseren. En zullen ook met messen tussen de tanden naar Westerlo komen. Wat heb je in de rust gezegd? Want een paar keer koud gepakt meteen in het begin van die tweede helft. Werd er niet al te secuur verdedigd. Wat heb je meegegeven? Ja, nee, dat we in het middenveld iets meer druk moesten zetten. Omdat eerst zelf vond ik te makkelijk de vrije man. Maar nogmaals, vooral het eerste doelpunt. En dat is het doelpunt dat hen vleugels geeft. Heeft niks met een organisatie te maken. Dat is gewoon een bal. Okay, Noël is rechtsvoetig, speelt op links. En moet die bal gewoon in de tribune trappen. En dan pakken wij terug positie. En is er weinig aan de hand. Maar nogmaals, mensen maken fouten. En dan zag je wat we vorige week een beetje hadden. Hè, dat we de pedalen een beetje kwijt waren. En dan schiet Rob Schovens hem fantastisch binnen. Ja, dan kan je alleen maar applaudisseren. Maar ik had vandaag het gevoel dat we nog heel lang mochten voetballen. En dat we te weinig creëerden. Maar nogmaals, we hebben al een fantastisch parcours afgelegd. Mijn jongens hebben vandaag ook er alles aan gedaan. Maar de tegenstrever was beter. En dan moet je dat gewoon kunnen accepteren. En moet je proficiat zeggen tegen KV Mechelen. Wat vond jij van die inbreng van Engvall? Want in de eerste helft Togi, de diepe spits, die liep op links, liep op rechts. Overal, behalve in de punt. Voetballend ging Mechelen ook niet scoren in die eerste helft. Nee, maar ik ben ook niet zeker dat zij, indien wij die bal zelf wegtrappen, dat ze dan gaan scoren. Nogmaals, we helpen ze in het zadel. Maar als je de wedstrijd bekijkt, moet je ook heel eerlijk zijn. Als er één ploeg verdiende te winnen, was het KV Mechelen. Of wij dat hadden moeten toestaan, is een ander verhaal. Ik denk dat wij daar iets beter hadden kunnen doen. Maar nogmaals, als ik zie van waar wij komen, vorig jaar in december toen ik ben gearriveerd, dan moeten wij gewoon heel rustig blijven en zien dat, met alle respect, je ziet het stadion, je ziet de entourage, je ziet de ploeg, wat ze allemaal zelfs nog niet in de kern hebben. Ja, dan staat KV Mechelen misschien al wel iets verder dan Westerlo. Maar desondanks staan we nog altijd op kop, hè. Inderdaad, het klassement waar ik mee eindig, dat ziet er nog altijd zeer rooskleurig uit. Hè? Rooskleurig zou ik niet durven zeggen, maar wij moeten nu gewoon de volgende wedstrijden. We hebben nu een wedstrijd thuis tegen Beerschot en dan hebben we twee uitwedstrijden. En die worden weer moeilijk. En nogmaals, je kan wedstrijden verliezen. Hè. Westerlo gaat niet alles winnen. Hè. Want je zei voor de wedstrijd, als je wint, dan kan je maar ruiken. Ja, dit zijn gewoon topwedstrijden. Dit vandaag zijn topwedstrijden die bijna gelijk staan aan 1A. En dan zag je dat mijn spelers daar een beetje van onder de indruk waren. En dat is geen schande. Daar moeten we uit leren. En de kopjes omhoog, nederig zijn en keihard werken richting volgende week.